Dag dames en heren en welkom bij Telefox. Op 4 april viert de NAVO haar 50ste verjaardag en breidt ze uit van 16 naar 19 landen. Al een halve eeuw garandeert deze politiek-militaire organisatie een stabiele vrede in onze gebieden. Maar al even lang stuurt een minder gekende internationale raad voor militaire sport duizenden militaire atleten uit over de hele wereld, als waren het ambassadeurs voor vrede. Deze CISM-organisatie telt 5 maal meer lidstaten dan de NAVO en is een van de grootste sportfederaties ter wereld. De CISM, of de Internationale Raad voor de Militaire Sport, telt 119 leden. Dat is meer dan 6 op 10 van alle landen ter wereld. Bij de oprichting in februari 1948 staan er nogthans maar 5 landen aan haar wieg. België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Vandaag, op weg naar het millennium, verenigt de CISM 33 Europese, 44 Afrikaanse, 25 Aziatische en 17 Amerikaanse landen. Elk jaar komen alle leden samen in de Algemene Vergadering, het hoogste beslissingsorgaan. Deze 50ste bijeenkomst krijgt een extra uitstraling. Alle leden zetten hun handtekening onder het toetredingsverdrag in aanwezigheid van markies Juan Antonio Samaranch, de voorzitter van het Olympisch Internationaal Comité. Want de CISM geniet een wereldwijde erkenning en is zonder twijfel een onmisbare partner in de hedendaagse internationale militaire sportwereld. Depuis la création des Jeux Olympiques d'Antiquité, aussi de thème moderne, les militaires comme vous sont toujours associés d'une manière ou d'une autre au monde olympique et au sport. We are gathered here to commemorate the 50th anniversary of the independent organization that was created to serve the development of military sport in the world. Deze erkenning is er enkel gekomen door hard werken en dat al van bij het prille begin. In 1946 richt het Amerikaanse leger de Sportraad voor de geallieerde strijdkrachten op. Maar deze is geen lang leven beschoren. Wel houden 15 officieren onwrikbaar vol. Het resultaat is de creatie van de CISM in 1948. En al vlug zoeken de grondleggers uitbreiding naar alle landen die van goede wil zijn, met inbegrip van de vroegere tegenstanders. 2 jaar later zijn ze al met 11, 9 West-Europese naties, Egypte en Argentinië. In 1951 is het de beurt aan de Verenigde Staten en in 1952 aan Irak, Libië, Pakistan en Syrië. De wereldwijde verspreiding kent al vlug geen grenzen meer, want met de val van de Berlijnse muur komen er ook nog eens 31 ex-Oostbloklanden bij. Maar ook vandaag breidt de organisatie nog uit, bijvoorbeeld met het lidmaatschap van Vietnam en Swaziland vorig jaar. Een militair moet over een goede fysieke conditie beschikken. Dat is zo voor om het even welk leger ter wereld. En een goede conditie krijg je door sport te doen. Een idee die door de CISM sterk ontwikkeld wordt. Daarom organiseert de CISM verschillende kampioenschappen. Daarmee biedt ze ook een antwoord aan de nood om militairen samen te brengen in een klimaat van vrede en vriendschap. Want in het toetredingsverdrag onderschrijft elk lid enkele belangrijke principes, zoals een gezonde geest in een gezond lichaam, maar ook elke mens is vrijgeboren en elkaars gelijke in respect en rechten. Dat laatste is het artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag van de UNO. Het motto Vriendschap door Sport vertaalt perfect de eerste zorg van de grondleggers. Want in de CISM liggen sportiviteit en broederlijkheid aan de basis van elke manifestatie. Maar de CISM-filosofie reikt verder. Van in het begin wou de CISM ook een sportieve steun zijn voor elk land. Daarom werkt sinds 1995 een permanente solidariteitscommissie aan verschillende projecten. Eén ervan is de steun aan een bijzonder originele, maar tegelijk uitputtende wedstrijd, namelijk de beklimming van de Mount Cameroon.
De opbrengst van deze Cross van de Hoop gaat naar een sportcentrum voor wezen uit Afrikaanse conflicten. C'est une goutte d'eau dans l'océan sous certains aspects. On va pas changer la face du monde. Mais si tout le monde s'y met, il y aura un mouvement qui s'établira. Nous n'avons pas de projet planifié, c'est très difficile de planifier. Nous disons que nous saisissons les opportunités. Il y en a tellement. Alors vouloir mettre un ordre dans les différentes urgences, c'est peut-être être trop planificateur et être trop technocrate. Deze solidariteit uit zich dan ook op tal van manieren. Je crois qu'il faut continuer avec la politique qu'on a approuvée de aider directement avec des choses concrètes, de vélos, de ballons, de chaussures, de choses comme ça, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ça. Mais il faut aussi assurer, comme je dis, aux athlètes militaires de tous les pays la possibilité d'être présents aux championnats du monde, aux Jeux mondiaux militaires. De CISM organiseert verschillende soorten wedstrijden: regionale, continentale en wereldkampioenschappen. De eerste twee vinden natuurlijk het meeste plaats. In die competities kunnen buurlanden of landen van eenzelfde continent de vriendschapsbanden extra aanhalen en tegelijk trainen voor het wereldkampioenschap. Die wereldkampioenschappen zijn in principe een jaarlijks evenement voor elk van de 24 erkende disciplines. Maar veel hangt af van de goede wil van de organiserende delegaties. Want zo'n wedstrijd ligt volledig in handen van het gastland. Typisch militaire sporten zoals pentathlon, oriëntatiecross, schieten of cross-country krijgen de hoogste voorrang. De professionele organisatie van de kampioenschappen bewijst elk jaar opnieuw dat de CISM een van de grootste multisportieve organisaties ter wereld is. In september 1995 slaagt ze er zo in om 4000 militaire atleten uit 89 landen samen te brengen op haar eerste militaire wereldspelen in Rome. Symbolisch herdacht ze daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog en de ondertekening van het verdrag van de UNO. Een buitengewone vredeswens weerklonk over de atleten en de hele wereld. Naast deze puur symbolische daad zijn deze eerste spelen ook de gelegenheid om media-aandacht te trekken op sportieve prestaties. Op de Olympische Spelen van Atlanta waren de militairen van de CISM goed voor 155 medailles. Het bewijs dat bij de militairen wereldklasse terug te vinden is. En ook voor de militaire wereldtitel gaan deze atleten voluit. Verschillende nationale en internationale records sneuvelen. Ook hier was België als stichtend lid van de CISM aanwezig. Onze delegatie met 114 topsporters vormde het kruim van militair sportend België. Goed voor zo'n kleine 9 medailles. Niemand twijfelt er dan ook aan dat onze Belgen in augustus op de tweede militaire wereldspelen in Zagreb in Kroatië aanwezig zullen zijn. On est toujours en train de faire un effort pour mettre ensemble les jeux militaires des pays membres et pour promouvoir le développement de l'activité sportive au niveau mondial. De tweede editie van de militaire wereldspelen gaat dus door in Kroatië. De CISM heeft daarvoor 18 disciplines weerhouden en rekent op de deelname van 5000 militaire atleten. Of zo'n 20% meer dan tijdens de vorige editie. En in het voorbije jaar hebben de militairen hun Belgische driekleur verdedigd in 12 kampioenschappen. Telkens een groots gebeuren met een heel eigen filosofie. We vatten er 6 voor u samen.
Net zoals overal gaat het ook in de CISM bij elke atleet om winnen. In de cyclocross bijvoorbeeld strijdt Chris Wouters voor een vijfde wereldtitel. Voor ons ligt er inderdaad geen druk op, maar het is moeilijk. Automatisch hebt u die druk, want je wilt ook de vijfde keer winnen. De concurrentie is wel groter, onder andere van de Tsjechen. Ik vrees een beetje de Tsjechen en de Pool en de Fransen die collectief misschien zullen sterk zijn. Naast die titel komt er ook het je eigen land aspect bij. Geldprijzen zijn er niet, maar de uitdaging is er niet minder om. Dit 16e wereldkampioenschap in Slowakije is spannend voor de Belgen. Chris Wouters en de Belgische ploeg van vier renners doen er alles aan om hun titel te verdedigen. Maar de concurrentie is dit jaar bijzonder sterk. Chris verliest zijn titel aan deze Fransman, Grégory Vollet, en haalt een bronzen medaille. De Belgische ploeg eindigt in het zilver. Je pense vraiment que c'était d'un bon niveau. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des cyclocross au niveau national et international, mais je fais beaucoup de VTT. Hein. Je suis dans l'équipe Giant Europe en VTT et je peux vous dire que ça roulait vraiment très très vite. Alors je peux vous demander où est-ce que vous êtes caserné, ce que vous faites à l'armée? Oui, bah à l'armée, je suis à l'EIS de Fontainebleau, c'est l'école interarmée des sports. En bah, on fait du vélo. De wereldkampioen in dit jubileumjaar is een mooi voorbeeld van hoe de sportpolitiek in de deelnemende naties verschilt. De Belgen zijn in de eerste plaats militair. Hun job is niet altijd het excuus, maar dikwijls verklaart ze wel bepaalde resultaten. Tuurlijk is een mooi resultaat, maar als je komt voor de overwinning, dan is dat niks. De derde plaats, dat weet niemand meer volgend jaar. Het is alleen de eerste plaats die telt. De ontgoocheling is begrijpelijk. Tussen twee kampioenschappen in ligt een jaar van hard trainen. En in de burgerij of in de CISM blijft een gouden medaille het ultieme doel. Maar binnen de CISM komt er nog een dimensie bij. Vriendschapsbanden smeden die bijdragen tot de wereldvrede. I think the CISM has very good memory in Qatar athletic, because we've been winning a lot of times at track and fields and I think it's really a lot of fun. And I think it's one of the good things of the armies of the world. If they come together for sport, then they make local information on the press or whatever. And this is good for not alone just for armies, but also for countries and their armies. Daarom is het motto van de CISM, vriendschap door sport, de perfecte vertaling van de filosofie van deze organisatie. Maar is dat niet een beetje utopisch? No, because you just have to come to a CISM event to see that it's really there. I mean, you have people that can't even speak the same language sitting down, hugging each other because they're meeting each other after a few years, talking about their sport in sign language. You see it everywhere. I think it's a good motto. Je vindt het bij elke wedstrijd terug, ook tijdens deze cross-country in Ierland. De Belgische delegatie ondersteunt het CISM-motto door haar manier van deelnemen. Bovendien verdedigt ze haar medailles en schuift Anja Smolders als troefkaart vooruit. Ik ben zeker en vast tevreden omdat ik er toch een paar achtergelaten heb die vorig jaar voor mij waren. En ik had in de eerste plaats gezegd ik ga voor een podium plaatsen, omdat na de ontgoocheling van vorig jaar is het ook beter van niet te veel te verwachten. En ik denk dat ik de verwachtingen wel ingelast heb. It's a very, very big event. It's nice to have the, as an officer, as a military, it's very good to come out and meet people from other countries. And often it's very good arrangements and people like to meet each other. And I think it's very nice to come out and have a good competition. Hier komt het motto echt tot zijn recht. Sommige ploegen hebben geen enkele hoop op een podiumplaats. Zij houden zich bij de Olympische gedachte. Deelnemen is belangrijker dan winnen. En dat is ook het lot van onze herenploeg sinds de afschaffing van de dienstplicht.
De waarde van de competities is nu wel duidelijk. Dikwijls vind je er enkele van de beste atleten van een land. Daarom wordt de jaarlijkse wedstrijdkalender opgesteld in overeenstemming met die van de internationale federaties. Voor geen enkele atleet compromitteert de militaire competitie zijn burgeraspiraties. Je kan de burger- en militaire kampioenschappen dus best vergelijken, alhoewel de omvang van deze competities verschilt uiteraard. È diverso, ci sono molti meno concorrenti e forse sono meno impegnativi perché alla fine è quasi una festa di stare assieme, di essere scelti per fare questa gara che però per il gruppo sportivo e per i militari è importante. Weil ich im Schweizer Armee bin und für diese auch das Land vertreten und das ist sicher wichtig. Hier in Dobiaccio maakt de Belgische ploeg geen enkele kans, maar toch is aanwezig en bewijst ze haar toewijding aan de filosofie van de CISM. Want mochten de lidstaten enkel atleten sturen naar die discipline waar ze goed in zijn, dan zouden er maar eventjes 60% minder atleten aantreden. De deelname van kampioenen trekt ongetwijfeld het niveau omhoog en brengt een belangrijke media-aandacht met zich mee. Et en fait, c'est que j'ai constaté qu'il n'y avait pas moins de 18 médailles olympiques. Ce qui, pour moi, en tant que spectateur, c'est agréable à voir, mais je crois que c'est surtout important pour les participants de pouvoir se mesurer, si on veut, avec des champions olympiques. De CISM wil ook meer zijn dan alleen maar sport. Het is ook een evenement waar ideeën, tradities en culturen worden uitgewisseld. Elk kampioenschap stijgt zo boven het louter sportieve gebeuren uit. De atleten ontdekken en beleven elkaars ideeën goed. In september 1998 is het 46e kampioenschap militaire pentathlon in China daarvan een schoolvoorbeeld. Enerzijds is deze pentathlon een van de militaire sporten bij uitstek. Ze verzamelt 5 disciplines gebaseerd op de sport die elke militair ter wereld beoefent. Schieten, granaten gooien, zwemmen en lopen met of zonder hindernissen. Anderzijds is China een land met een enorm rijke cultuur waar je zo moeilijk toegang tot krijgt. Een gedroomde kans dus voor de atleten om ideeën uit te wisselen en ook een Chinese neus te halen. Ja, we hebben altijd goede contacten, vooral ook met de Noorse landen, dus Zweden, Denemarken. Bij de Chinezen hebben we ook goede contacten, alleen is het een groot taalprobleem, omdat ze redelijk weinig Engels spreken. En dat is toch wel de voertaal om met elkaar te kunnen communiceren. Dus dat is wel een klein probleem, maar ze zijn ook heel vriendelijk. Ondanks alle culturele uitwisselingen is het toch de sport die de drijvende kracht achter elke activiteit vormt. Iedereen maakt er een erezaak van. Zoals bijvoorbeeld Davy van de Kloot. Ondanks een sterk Chinees deelnemersveld wint hij hier toch de proef hinderniszwemmen. Het bewijs dat sport en een militaire loopbaan ook kunnen samengaan. Ik vind dat heel belangrijk, want uiteindelijk wint het beste, maar het belangrijkste is toch dat het plezant blijft. En dat je elkaar leert kennen eigenlijk. En dat je vrienden bent eigenlijk. Hè. Via deze internationale uitwisselingen zijn onze deelnemers naast sporters eigenlijk ook ambassadeurs van hun land. Kom maar, Chris, goed jongen. Door het feit van de mogelijkheid te geven aan onze atleten om naar China te komen, bieden we eerst en vooral aan hen, aan het individu, iets aan. Wie komt ooit van zijn leven in China? Langs de andere kant is België vertegenwoordigd in China en door de onderlinge discussies kunnen we aan veel Chinezen iets vertellen over ons land, wat het toch ook schitterend is.
Op diplomatiek gebied heb ik dan op mijn niveau gesprekken en discussies met topgeneraals, zoals als vicevoorzitter voor Europa, stellen ze mij dus vragen over onze gewoontes, over onze cultuur, over onze politiek, over onze economie. Ik vind dat een schitterende uitwisseling. In de CISM gaat een grote voorkeur naar de typisch militaire sporten. Bepaalde kampioenschappen krijgen zo een bijzonder belang. Zoals de oriëntatiecross in Bière in Zwitserland in oktober 98. Je tonen als militaire atleet en vooral je natie vertegenwoordigen is in zo'n wedstrijd een must. Maar dat is niet voor iedereen even evident. Elk land heeft daar karakteristieken. Dat maakt ook de rijkdom van zo'n wedstrijd. Je moet je kunnen aanpassen. Ça le dérange pas le brouillard. Nous c'est déjà difficile sans le brouillard, mais le brouillard en plus c'est la folie quoi pour nous. On n'est pas habitué à ce genre de terrain. Si on ne voit pas, on voit pas à 100 mètres, c'est vraiment la folie quoi. De lidstaten organiseren over het algemeen wedstrijden in de sporttakken waarmee ze vertrouwd zijn, zowel in de burgerij als militair. En dat vergemakkelijkt het comfort voor de deelnemers aanzienlijk. Ook voor de CISM zelf is dat een voordeel en het niveau blijft daardoor hoog. Dat is weer natuurlijk een voorbeeld van perfecte organisatie. Het is fantastisch. Zij hebben zoveel ervaring met hun oriëntatie dat hier kan echt niets verkeerd lopen. Uiteraard kon België als stichter niet achterblijven in het jubileumjaar. Daarom vond in ons land van 18 tot 23 juni 1998 het vijfde wereldkampioenschap triathlon plaats. Het evenement opende met een bloemenhulde aan het monument voor de doden in de gaststad. We zijn op de eerste plaats militairen en uiteraard ook sportmensen. Dus het is passend op de vooravond van een grote competitie om toch eens te denken aan de mensen die hun leven gegeven hebben voor het vaderland. Elk kampioenschap, regionaal of op wereldvlak, begint altijd met een openingsceremonie. Alle delegaties zijn aanwezig. Na de verwelkoming en de voorstelling van de ploegen profiteert het gastland ervan om de deelnemers op typische folkloristische activiteiten te trakteren. Triathlon is bijzonder uitputtend en ook nu staan op het programma 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Bij
Bij de dames is het de Duitse Scheitauer die de overwinning in de wacht sleept voor twee Franse meisjes. Bij de mannen wint de Franse Sylvain Daudet, gevolgd door zijn drie ploegmaats. Erik Vinke eindigt als eerste Belg op een verdienstelijke 16e plaats. C'était une course très dure à s'y relever. C'était une super course d'équipe pour nous les Français. Ik vind het nog altijd een hele eer om in de ploeg te mogen zitten. Trouwens, het gaat niet zomaar. We krijgen het niet als een geschenk, want we moeten ons nog eerst selecteren. En als je weet dat ik de oudste deelnemer ben van de ploeg. In een triathlon gaat elke atleet tot het uiterste. Hilde Wellens grijpt net naast een podiumplaats. Maar toch is hier vierde worden een heel mooie prestatie. Ik ben heel tevreden met mijn vierde plaats. Ik wist dat het podium er praktisch niet in zat. Pardon, omdat ik ken dus de drie atletes en de eerste staat dus buiten kijf. De tweede ook, die zijn geselecteerd voor Atlanta. Ik ken die in de burgerijenresultaten. Het kampioenschap eindigt met een militaire slotceremonie, het overhandigen van de medailles en een luilekkere daguitstap. Het was een schitterend kampioenschap met zeer sterke ploegen, zeer hoog niveau en een massa volk. Wat moet je dan nog meer hebben? Happy birthday to you. Happy birthday to Sizzlin. Happy birthday. De Internationale Raad voor Militaire Sport dus 50 jaar jong. Maar dit magazine zit erop. Voor meer informatie kan u schrijven naar Televox, postbus 55 1140 Brussel. U kan ons ook mailen op televox@js.mil.be. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.